hier in Sint-Niklaas kan je dus gewoon met elektrische step je lunch gaan nemen op de middag, je gewoon gaan verplaatsen waar dat je wilt. Je zet dat af. Met de applicatie is dat heel eenvoudig, dus wel iets die noodzakelijk is ook in de provincie Zeeland. Zo nog een beeld hier op het station van Sint-Niklaas en dus hier de halte voor de lijnbussen. Opnieuw perfecte mobiliteit, betaalbaar, 1,7 euro naar Nederland of hier ook wel in de regio met de bus, is toch heel wat anders dan de tarifering van Zeeuws-Vlaanderen. Sint-Nicolaasplein. Dus bijzonder rustig, hier een autoluwe zone ook, dus een mogelijkheid voor de kleinsten hier te spelen op plaatselijke zaken, dus bijzonder aangenaam. En hier ook de terrasruimte die iets later open gaat. Ook een pracht van een decoratie. Romein de Witspark. Het is bijzonder interessant met de kleine hier te komen, veel ruimte ook en interessante mogelijkheden om te spelen natuurlijk. Bijzonder mooi park, wandelmogelijkheden, zo goed in de schaduw mogelijk, brugjes. Het is echt een avontuurlijk park, met een stuk speeltuin, wandelingen die je kan doen en dan in combinatie ook met de lijnbus, bijzonder voordelig. We zijn hier in het servicepunt van Sint-Niklaas, dus heel handig. Dus hier in de winkelstraat, stationstraat, je kan ook zaken huren. Er is ook een magnetron aanwezig, bijzonder handig op deze locatie. Zo beste mensen, ik ben net terug uit de lijnbus hier. Met het gezin dus terug aankomst hier Hulst busstation. Nee. Nee.